maar herinner je dat nog? Ja, ja, hier die stang van. Ja, die oude stang. En doorsten naar alle kioskjes, of ja, Victoriaans geval. Dat wist ik ook, ja. En dan hier nog gras in min. En boompjes. Hier achter zat de oude machinezeker in. Hè? Ja. Nee, er is eigenlijk niks meer van terug. Nee, ik vind er niks van terug. Hartstikke goed. Loop je er even in, dat is makkelijker. Er zijn vroeger de bruggengorden. Met die, de bruggengorden die verkocht. Motorkleding. Ja, maar ook kinderwagens. Kinderwagens en dat boxen, allemaal. Boxen, biegen. Ja. Ja. En wie heeft onze kinderwagen, heb je door nog gekocht, die de bruggengorden. Dat Gerard van der Rieden gaat iedere keer verder uitbreid. Ja, maar heeft hem, want de bruggengorden was niet zo groot. Nee, dat was niet zo groot. Maar als je dat stukje dan hoe ziet, van Gerard van der Rieden, dat kleinste stukje. Ja, er staat een groenteboer, Kamp. Oh ja, dat Kamp, zo geleidelijk. Die zaak al hoe groter maken. Ja. Daar zat een groenteboer door. Ja. Door. En door zit die meubel. Ja, daar zit een meubelzaak van Haghuizen. Haghuizen, ja. Ja, het dorp, hè? Haghuis. Hè? Hallo. Ja, nou, dit is de eerste keer dat ze wat aan door is. Ja, nee. Die sponsor al zo lang. En van Haghuizen. Het dorp zat er ook een meubelzaak. En dat was de Leeuw. De Leeuw. Echt maar. En nu niet anders aan de mee. Maar weet je nou, die body muur staat. Er stonden ook zulke mooie winkels. En die moesten als de donder worden overgebroken, want daar zal CNA komen. CNA? En dat is al wat? 30 jaar weg en CNA zit er nog. Wie door heeft zitten, hè? Nee. Wie door heeft woont? Nee, Slager Jansen heeft door zitten. En toen later ging er die deur, toen hebben ze met een muur gezet, want daar konden ze niks meer mee. Ja. He? Het is altijd een muurbleem. En door zat Willemsen in, hè? De ijzerhandel. Ja, wat nu lekker. Ja, dat klopt. Willemsen zat hoor. Ja. He? En had wie dit pand er ook bij meeneemt, dit. Ja, Videoland. Dat Videoland, ja. Daar zat vroeger Geva in. Geva? Dat was de Geva vroeger. Binnen Geva, dat land erin, allemaal met kopjes en schoorls en pannen en dat allemaal. Geva, Maar de Geva zat hierin. Ja. Dat zat hierin. Maar die had zo'n hele diepe ingang. Een hele diepe winkel, ja. Als de winkeldeur zat er heel net. En dit kun je zo zien. Nou, Klompjan is te noemen Roeskijf. Ja, Klompjan is... Stopt. Stopt. Schaapjes op drogen. Het schaapjes op drogen. Nou, die zaak. Door neus. Weet niet door, van hoe nu de gordijnstof zit. He, er zat vroeger Bondhuis, een radiozaak. Oh ja, dat weet ik ook nog. Ja, en zat toch vroeger. Ja, we zitten nu, hoe weet ik dat? De gordijnstof. Ja, ik weet niet hoe het heet. Ja, Meijer. Meijer. Heb je zoveel gediend. Ja, klopt. Heel vroeger zat hier een smederij. Van de Berg. Van de Berg zat hier. Zat in dit pand ook nog. En dat deden ze ook nog, weet niet, als een paard kwam, weet niet, die werden dan met die hoeven. Dat werden hier in dit pand, was nog een heel oud pand was dat, maar van de Berg zat er in. Nou en dat weet je natuurlijk, dat is de mooiste zaak. Ja, dat bedoel ik, ja. Dat is Halbesma. Halbesma. Ja. Even in de winkel kijken of ze nog wat hebben te verhuren. Ja. Ah, dat is mooi, prachtig. Maar iedereen huurde er ook, ook een hele grote gezelschap nu door de kleding. Duizenden tegelijk. En het was zo. Die doen echt heel veel. Als je met Sinterklaas, een Sinterklaas of een Zwarte Piet pakt. Ja, die verhuurt ze ook. Dan moet je wat drie vermoord van de veur, dan is hij niet meer. Ja. Dat verhuurt. En hij was ook grimeur. Hij schminkt nu ook. Dat deur ook, ja. Dat deur ook. Maar ook voor de toneelvereniging. Ja, dat deur ook, Alves maar. Helaas, hij leeft al niet meer, dat is jammer. Maar die heeft hier al jaren zitten. Die zit al heel lang. En dit is ook trouwens heel mooi. Nou, dit is dan... Hier, hij hier inging en die deur en door, hij vroeg de Mater Amabile school. Dat klopt. Dat was voor de meisjes, die dan in de avonduur nog weer bieleren. Nou ja, kijk. Mater Amabile. Er is een dingetje hangt van Bolletje. Bolletje. Nou, te Beeg, de Bolletje, dat eierbeschuit, die is hier begonnen. Van oorsprong. Van oorsprong Bolletje is hier begonnen met de bakkerie en dat. Maar die is gewoon een pakketzaak. Maar de bakkerie zit er nog achter. En later is overgegaan met beschuit en dat allemaal. Dat is al... Aan de kant, wat een mooi pand op is. Loop eens even met. We zien, hebben ze weer helemaal in de oude staat hersteld. Ja. Dat is mooi. Hebben ze helemaal in de oude staat. Heel mooi, heel mooi. Ja. Misschien zou misschien mag ik binnen ook wel eens even kijken. Maar zeg ik. De boom heeft ook een zolder. Maar binnen is toch helemaal erg. Wat boom heeft ook een zolder. Weer van alles wat er in de bakkerie is gebeurd hoor. Ja. Er is helemaal op die zolder, heeft ze helemaal een zolder, helemaal een tentoonstelling. Ja, maar er is de boom. Constante tentoonstelling. Ja, is de enige keer hier van de boom. Iedere keer andere onderwerpen. Ja.
dat is zo, ja. Nou, ik zal de andere keer toch eens die vrouwen ook er naar binnen maken. Nou. En hier? En dit? Hè? Dit heb vroeger ook een groentewinkel geweest. Dit? Ja, dit dat weet ik ook nog. Knoop. En hier zijn de groentezaken. Hier zat ook een groentezaakje in dit. Hè? Het pand is nog precies zo bleef als de fietsringen nog leen. En de Aldi daar, Herman, is daar ook nog iets? Nou. De Aldi? Dit? Ja. Hè? Wie de Aldi hier, dit vroeger? Hier heeft vroeger een garage geweest. Een garagebedrijf is hier staan. Van Dijk heette die man. Van Dijk. Hij had hier een showroom en dat. En daarachter had de werkplaats. Wat, en was dat Peugeot? Dat zal ik echt niet kunnen zeggen. En dan kon je aan de achterkant, want dan kun je nu nog steeds bij Aldi, kun je de achterhoed. En zo kon hij ook, hadden ze een garage door achter. En dan hier hadden een paar auto's in staan. Ja. Daarna is dat hele pand is opgebruikt. En dan hebben ze de Aldi erop gezet. Ja. In dit pand. Daar zat Koopmans in. De fotograaf, de foto, en, fotohandel. Ja, ja, en die bondjassen, nou, waar kon je die komen? Een Saturnus van hier. Een Saturnus. Maar geleidelijk is Homa, die Hommerstaan, die heeft dat pand er ook weer binnen van Verheek. Even de binnen. Kijk, van iedere keer hebben ze die zaak verder uit willen brengen. Oh, kijk, en dat hebben we van Heek ook in. Ja, van Heek, even erop. Heel vroeger, als je die winkel was, heet van Homa. Daar. Homa, ja. Ja. En daar zat een winkel van Chamin in. Ja. Chamin. Ja. En hij had toen zulke grote zaken allemaal. Chamin, ja. Dat was, Chamin was de zaak. Hij had hier een en hij had aan de andere kant van de stad. Had er ook nog een. Ja. Hier zat maar, het is een slalom. Ja, ja. Maar dan kan je het ook mooi zien, want hier rijdt dat pand van Miel. En Miel heeft hier volgens mij al heel lang zin. En joh, dat er al waren. Daar zit hij al heel lang. Hè? En vroeger was het wel een zaak van Meulenbelt. Hoe nu die gediend is. Ja, ja, ja. Ik kan wel even heilomen. Hè? Als die stilstaat, dan komt van Meulenbelt. Ja. Ja, dat weet ik nog. Dat is nieuw, redelijk nieuw. Dat is van Joop Datter geleden boven. Ja, natuurlijk. Er zat dan die Jaarsma. Met schilderen, met dat teken en dat, in die lectuurhal. Macramé, ja, allerlei kunstzinnige vormen kon je doorkomen. Ja, dat zat juist maar, zat er. Ja, dat weet ik nou. Ja. Nou, en door hij bakken dit. Dat zit er ook af, sinds mensen in heugen is. Dit is al een paar jaar ouder als ik nu. Ja. En zijn vader zat hier ook uit. Dus. Ja. Het werd trouwens lekker gebakken. Herman, in dat pand, hè, waar die kapper nu in zit, wat voor kapper is, ja, dat weet ik niet, maar. Nou, dat weet ik dan, niet. Heeft wel Steunberg niet in zijn, met Kozen. Met Kozen, ja. Dus, en de Gins, dat is een garage, dus, hè? Begin... Een assorti shop nu, daar. Dat heeft Voskamp in zijn. Voskamp, ja. Ja, Voskamp, dat kan wel even heel lopen. Ja, Voskamp. En beddenzaken. Daar zit nu verderop in de grote straat. Er zit nu verder in een beddenzaak. En dit is zo'n boxwinkeltje. Runneboom. Ja, daar zit een runneboom. En daar zaten de hoofdingang aan de grote straat. Ja, dat was de achteringang. Achteringang. Ja. En er is nu nog steeds, als je door ingaat, is er nog een kerk. Er is nog een kerk, toch? Ja? Hij de ingaat, toch? Ja. Van de runneboom. Ja, ja. Gereformeerde kerk. Ja. Wilfried, kun je herinneren wie hier vroeger in is, hoor? Nou, zegt hij. Nee, zeg het eens. Hij zegt het weer. Benny Havenkaarten. Ja, stomerij. Die stomerij, Benny Havenkaarten. Oh. Daar zat hij in dit pand. Dat pand door Neust, dat was Heurtings boekhandel. Heurtings boekhandel, oh, daar ben ik met in de wakker. Ja, Heurtings boekhandel. Dat was Heurtings boekhandel. Heurtings boekhandel was daar. Ja. En door Neust was, waar de kunstwinkel is. Ja, ik weet niet, daar heeft een horlogezaak in Zutten en dat. Maar de naam is me ontschoten door. Ja. Nou. Ja. En dat is pand, ook helemaal dit verwaarloosd. Pand, dit pand aan de overkant, Benning. Daar heeft Benning met zijn meubelzaak in zijn. Benning. Heeft zijn jongen. Maar zijn zoon zit nog in de vier vensters. Is dat zijn zoon? Ja, dat is zijn zoon. Ja? Ja, heeft hij de vier vensters? En dan heeft hier tegenover heeft hij een andere winkel gehad. In deze winkel. Ja. Daar heeft zijn zoon in zitten. Ja. Heel vroeger heeft er ook een reisbureau zat hier. Van Gerritsen. Er zat hier in dit pand, zat hij. Ja, Henk de Horst, hij zit er aan Joren, hè? Ja, hij zit er aan Joren. Ja. Hier links staan Herman, moet even naar de overkant, kan ik beter zien. Ga ik zo maar kijken in de Joren Dadder gebouwd. Zit nou tijdelijk Henk de Horst in? Ja, zit Henk de Horst toen in. Maar dit wordt allemaal sloop. En dit, dat heeft geloof ik een gewoon woonhuis geweest, dit vroeger. Kun je wel zien, zeer aan de raam. Ja. Dat was geen winkel. Van Holten Speelgoed.
Ja, dat kan maar ik dat is iets van de laatste tijd. Ja, maar die zegt, maar de bonus was vroeger wel zo. Dat was vroeger zo. Dat was ze vroeger al hebben gedaan, dat is al die onderkant wegbrengen, een hele grote etalageroute maken. Dat hebben ze nooit met een toestand. En het volgende pand kijkt, misschien ook weer zo'n prachtig pand, hè, met die kleine boogjes en dan één grote boog erover, hè, in tweeën verdeeld. Een derde pand, misschien. Je kunt zien, de rijkdom straalt eraf. Die benleu die hier vroeger die huur zijn neerzet, zijn allemaal hele rieke mensen. Dat zijn hele rieke mensen in dat allemaal. Dat was ook zo'n veld. Wij nu zien het overal op de wereld, hè. We Curaçao ook bijvoorbeeld. Alle geveltjes laat ze staan. Ja. Wordt stut. En dan wordt er helemaal een nieuw gebouw achter zet. Ja. In plaats dat ze dat hier ook doet, gewoon de gevels allemaal laten staan, zwart zwart. En helemaal nieuw. Ja, een nieuw van plaatsen, een nieuw gebouw erachter. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is veel mooier als wat ze nu weer doet. Maar nu wordt heel alles wat sloopt. Ja. Misschien, en hoe verder hij komt, hè, hoe mooier of de pand wordt. En dat is zo jammer, hè. Ja, daar ben ik voorkomen met hoe eens daar. En over 10 jaar, dan heeft ze Spied als Wurr op de hoofd. Ja. Maar volgens mij, Herma, is Henk de Horst doorbegun. Ja, en heeft hij de zaak niet overnemen van Jotterdam? Jotterdam had geen opvolger. En toen zegt hij Henk de Horst, ik wil die zaak wel overnemen. Toen is hij weggegaan door de Vierverstraat. En toen ze hier begon, en wij al hoe groter en daar, op een gegeven moment is verhuisd naar de overkant. Is hier nog gewoon. En daar hebben we net zien, hè, hoe groot de zaak was. Hij heeft pas weer een hele grote verbouwing even achter de rug. Kijk, zo is Henk de Horst, is zo begonnen. Ja. Ben je nog de reclame bij Joten? Prijzen. Lage kosten, kleine prijzen. Maar hij zat jij in de Vierverstraat. Ja, dat klopt. Van Herman Link naar West, misschien nog. Ja. Maar dat is ook een mooi pand, hè? Ja. Ik vind dat een prachtig pand. Weet je wat je hier vroeger in hebt zitten? Nee. Nee? Ik weet waar dat hier voor een andere Chinees erin zat. Nee, heel vroeger zat hier een Herman Link Sartori. Ja. Aan deze kant hadden de drogist. Ja, aan die kant. Nooit zeg, ja. Aan de andere kant, waar nu Livera's is, daar hadden de verfwinkel. Maar als je straks, kun je door zo naar binnen en dan gooi je met een trapje naar beneden. Daar was die verfwinkel in daar. Door. En hier was de drogisterie. De drogisterie van Hermeling. Dat is ook een mooi pand, weet je wel. Dat is boom, dat is allemaal naar dat knipwerk. Ja, dat is heel dat is mooi hoor. Dat is heel wat. Alleen de onderkant. Nee, maar ja, dat zal misschien op een duur ook wel. Maar hier was vroeger de hoofdingang van de Runneboom, was hier vroeger. En als je door allemaal de stoelen stond, dan kon je iets drinken. Ja, dat was de hoofdingang. Ja. Dit. Hè? Dat weet ik nog. Ja, dat was een deur ook. Ja, Madeleine Boutique. Madeleine Boutique, nou dat kan ik niet zo voor, maar dat weet ik niet wie die eigenaar is. Dat is prachtig. Ja, is ook, mooi prachtig. Gegeven. En net zoals je net al vertelde, van dat knipwerk toch. Ja. Maar dat was vroeger, dat was gewoon kunst, hij dat kon. Maar alle vroegers konden dat niet. Nee, niet knipwerk. Alle vroegers. Die konden dat niet. En nu moet je hem kijken, de pand van de bank. Ja. Ja. Zo mooi. Ja. Mooi trapgevel. Windwiesige de boom aan de goede kant, dat blijft staan. Hè? Jawel, maar goed, dat is dus wel een van de redenen geweest wat hier allemaal gebeurt. Dat ik daarom dus daar zo'n werk van heb gemaakt. Ja. Nee, tussen twee haakjes. Maar ik ben Wilfried Polman. Carlo Oostermeijer. Carlo? Oostermeijer. Oostermeijer. Nee, maar het is een beetje vreemd dat je een beetje staat te praten. Ja, en die ken maar elkaar goed, niet, ik zag u daar zo met die zo prima. Geveltjes. En omdat ik daar dus... Weet u nog iets meer van die gevels hier zo? Ja, dat is ook een prachtig gevel. Die ja, maar die blijft dus voorlopig staan. Hè? Die blijft dit wel. Is het einde. Oh, is dit het einde? Dit is het einde. Hier houdt het op. Ja, ja. Maar goed, hier zijn er dus twee bij die dus van voor 1873 zijn. En de anderen die zijn later. Ja, dat kun je ook zien aan de bouwstijl, hè? Ja. Maar het is eeuwig zonde. Maar het is dus net als bij ons. Hè? De gevel is meestal het nieuwste deel. Ja. Want die gaan ze dus iedere keer moderniseren. Hè? Die topgevel is aan de gangetje kijken. Nee. Nee, het is helemaal nieuw gebouwd in 1911. Ja, want in de vorige eeuw was het zelfs alleen nog maar een begaande grond met een kap erop. En was dat en daarnaast was één pand. En dat was van de familie Scholten. Die dus hoe, dus? Scholten. Van de textiel ook. Ja, ja. Die hadden hier dus aan de overkant diverse panden en dat dubbele pand is ook. Het witte pand? Die trapgevel en het witte was vroeger één, alleen begane grond. Maar wat er dus achter zit is bij ons dus een bouwjaar 1606, 1607 uitgekomen. 1606. Daar zit dus de originele sporenkap met de telmerken en zo, die zit daar nog van. Kijk, en hier kunt u dus zien dat nummer 148
ja. nog maar ja. laag is. Ja. En 146 is daar al hoog opgebouwd. Ja. Maar daar in het stonden boekje... we net voor. Ja. En hier dus hebben ze ook dat hout er al voor. Ja, alleen ik neem dat daar hout van oorsprong groen is geweest. Hebben ze nou dat is hier, wit. Dat is ja. aan deze kant, dat is hè? De pand, dat is nu ja. allemaal wit, ja. Ja. Kijk, en hier is die trapgevel. Die is er dus helemaal nog niet. Ziet u dat dat alleen maar een begane grond met een kap is? Ja. En dit is dus dat mooie pand, dat ene van de Marskramen. Ja. Prachtig, hè? Is eeuwig zonde dat in de jaren 50 dat er allemaal onderweg gesloopt hebben. Hè? Ja. En dus ook het pand aan de overkant gebouwd. Dat is dus na 1911. Daar is dit kleine zijraampje, is dus van ons pand. Boven zit hij er nog, beneden is hij er niet meer. Dus daar blijkt dus uit dat de rooilijn vroeger niet zo strak bebouwd werd. Ja. Want het pand hiernaast stond dus echt een stukje achteruit. Ja. Dit is dus vanaf noord naar zuid genomen, deze voordeur. Ja. Hier kijkt u vanaf de Grote Straat. En wat is dit? Is dat een groene boog van een of ander feest? Dit is bij een of ander feest, een of ander jubileum. Mijn grootvader was vroeger een bekende verschijning. Dus. Mag ik Karin zeggen? Ja. Mevrouw Karin Oostermeijer, hartstikke bedankt. En veel succes. Heel prettig dat er nog anderen zijn die er ook zoveel belangstelling voor hebben. En misschien, als het goed is, kom maar een keer bij u terug. Kan hè? Ja. U weet er zoveel van.